Goedemorgen allemaal, hier aanwezig en ook thuis. Ik wil jullie vragen hier aanwezig om te gaan staan. En belijd mee thuis en hier aanwezig dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En ik mag jullie groeten namens die God. Er is genade voor u, voor jou en vrede van God onze Vader en onze Heere Jezus Christus. Amen. Gaan jullie zitten. Deze dienst mag gaan over rust, vrede en we gaan ook een beetje dromen in deze dienst. En dromen, dat kan heel goed bij Jezus, dicht bij Jezus, aan zijn voeten. Daarvan gaan we zingen. Aan uw voeten, Heer. Heere God, we mogen bij u komen, deze ochtend, in alle rust en alle vrede, bij u, dichtbij.
Heer, dank u daarvoor dat dat kan, dat dat nog steeds kan, ondanks dat maatregelen weer sterker worden aangetrokken. En dan kan het nog steeds om samen te komen, thuis, maar ook hier, mensen hier aanwezig. Dank u daarvoor. Heer, geef dat mag zijn in alle rust bij u. Want bij u zijn, met u zijn, dat is de hoogste plaats. Om van u te leren, om met u te leven. En ook in deze dienst willen we daar aandacht aan geven. En daarvoor is het ook goed en belangrijk dat we alles wat we mee hebben gemaakt in de afgelopen week, wat we meedragen in ons leven, om dat bij u te brengen. Heer, u weet dat, u begrijpt dat. U gaat erin mee, u staat daarin naast ons. En daarom willen we ook in vertrouwen een zegen vragen over deze samenkomst. Geef dat het mag zijn tot eer van u. Dat ik woorden van u mag spreken, dat we mogen zingen tot eer en tot lof van u. En dat we zo gesterkt weer ook tot getuigenis mogen zijn in deze wereld. Heere, geeft u dat allemaal hier ook in deze dienst. Wij als mensen die ons best doen voor u, zegt u dat. Dat vragen we in uw heilige naam alleen. Amen. Afgelopen weken zijn we bezig geweest over Elia. Elia is een man van God. En Elia probeert de mensen in Israël te vertellen, hey, jullie moeten weer naar God gaan luisteren. Niet naar Baal, maar naar God. En vorige week hebben jullie misschien wel dat kindmoment geluisterd of gezien. En ging het over dat er altaren werden gebouwd door profeten van God, maar ook door priesters van God, maar ook door die van Baal. En Elia, die laat de mensen zien, hey, God is degene naar wie je moet luisteren. Hij is het voor ons. Maar Elia voelt zich heel sterk op dat moment, want de mensen luisteren eigenlijk weer naar God. Heb je het gehoord? Of weet je het nog? Weet je misschien niet. Maar dan gebeurt er iets heel vervelends. Want Ahab is de koning dan en die heeft een vrouw en die heet Izebel. En Izebel, die hoort ook wat Elia heeft gedaan met haar priesters van Baal. En die wordt heel boos. En die zegt, Elia, die moet dood. En die laat het ook vertellen aan Elia. En Elia, die wordt op dat moment heel erg bang. En hij vlucht weg. Heel ver weg, hij gaat de weg rennen. En hij is op een gegeven moment zo moe, hij gaat onder een struik liggen. En hij denkt, ik kan het niet meer, God, het lukt me niet meer. Ik probeer de mensen te overtuigen wat ze moeten doen, maar het lukt echt niet. En dan gebeurt er iets bijzonders. Terwijl hij slaapt, wordt hij zo op zijn schouders getikt. En hij wordt wakker en hij denkt, hè, wat is dat? En naast hem staat een engel. En die engel komt hem eten en drinken brengen. Hij wordt hij wel wat sterker van, maar Elia denkt nog steeds, ik ga weer slapen, ik ben zo moe. En op een gegeven moment wordt hij weer getikt. En er is weer een engel. Misschien wel dezelfde. En die komt hem ook eten en drinken brengen. En die zegt, Elia, je moet weggaan. Je moet op reis gaan. Nou, dat gaat hij doen. En moet je opletten. Hij gaat wel 40 dagen en 40 nachten reizen. Dat is echt heel lang. Dat is meer dan een maand. Kan je indenken dat je 40 dagen en 40 nachten loopt achter elkaar? Nou, ik niet. En dan op een gegeven moment komt hij bij een berg, dat je het hoor hebt. En dan gaat hij in een grot. En dan heb ik jullie hulp nodig. En hij gaat ook in die grot slapen. Maar op een gegeven moment zegt Heere God, Elia, ik ben hier. Waarom ben je hier? Hij zegt, God, ik zie het niet meer zitten. Ik ben verdrietig, het lukt me niet meer. God zegt dan tegen Elia, Elia, kom maar naar buiten, daar ben ik. En nu heb ik echt jullie hulp nodig. Want Elia, die zit dan in die grot en die hoort dan dit. En ik ben benieuwd, of ik hoop dat het geluid goed gaat. Ik hoop dat jullie ontdekken wat voor geluid hij dan hoort. Wat voor soort geluid hoor je? Onweer. Onweer, ja. En dan gaat opeens heel hard stormen. En de hele berg gaat bewegen. En er komen scheuren in de grot. En Elia denkt, er is onweer. Maar hij weet ook, hey, in deze storm, daar is de Heere God niet. Dus hij gaat nog niet naar buiten. Maar dan gebeurt er iets nieuws. Hij voelt nu wat. En dat klinkt zo. Hagel, ja, nee, het was een beetje een moeilijk geluid om iets op te verzinnen. Het was geen hagel. Het begint ook te schudden. Misschien weet je het dan. Eigenlijk zou deze blok als een toren kunnen gebouwd worden en die stortte dan in. Waardoor kan een toren instorten? Door wat? Als iets heel hard gaat schudden, hoe heet dat dan? Een aardbeving. Ja, heel goed. Het begint aardbeven, maar Elia weet, nee, in de aardbeving, daar is God ook niet. En dan hoort hij en ziet hij vooral iets anders. En dat klinkt, ik hoop dat het ook goed klinkt als dit.
Hoe klinkt dat? Weet je het misschien? Plastic. Als ja, het is plastic. Maar wat voor geluid maakt het plastic? Weet je het misschien? Nou, ik heb het al in de vakantie veel gedaan. Het was lekker warm en gaven allemaal vlammen. Met hout erbij. Vuur, hij ziet vuur buiten. En dan weet hij, nee, daar is God ook niet. En dan gebeurt er dit. Let op. Het wordt heel stil. Echt heel stil. Hij hoort het zuizen van de stilte. Als je dat wil horen, hoe dat klinkt, moet je maar een beker een beetje bij je oor houden. En hoor je het ook zuizen. Zo is het de suis van. En hij weet, hey, in deze stilte, daar is God. In de stilte is God. Dus niet in het lawaai van de onweer of in de aardbeving, dat heel veel geweld is. In de stilte is God. En dan gaat Elia naar buiten. En God zegt tegen Elia, waarom ben je hier? Hij zegt, ja, ik ben heel erg bang. Het lukt me niet meer en ik probeer de mensen naar u toe te sturen. Maar ik ben helemaal alleen. Iedereen die me kan helpen is dood. En dan zegt de Heer God, ik stuur je nu op weg. En dan mag je een nieuwe koningshalf. En je mag er een helper zoeken. En Elia denkt, oh, ik heb God gezien. Dat is heel bijzonder, dat je God hebt gezien en gesproken. Er hebben niet veel mensen in de Bijbel. En dan gaat hij op weg. Dat heeft hem nieuwe kracht gegeven. Mooi hè, eigenlijk. Dat God in heel veel lawaai kan zijn, maar ook in hele stilte kan zijn. En dat mag je ook doen. Als je op het moment dat je denkt, het is heel druk in mijn hoofd, dan kan God er zijn, maar ook in heel stille momenten. Als je alleen in bed ligt, dan mag God ook bij jou zijn. En we gaan nu een liedje luisteren. En misschien ook zien. En dat gaat ook over plekken waar God nog meer is. Tot volgende week. Je ziet me in de maan, je ruikt me in de bloemen die thuis op tafel staan. Je kunt me zelfs proeven, eet maar eens een vrucht. Je hoort me in het fluiten van de vogels in de lucht. Ik ben het begin. De maker van het leven, de God van het heelal. Wow. Je voelt me in de wind, je ziet me in het mos. Je ruikt me als het regent in de geuren van het bos. Je proeft me in de honing, zo heerlijk en zo zoet. Je hoort me in de stilte, luister maar eens goed. Ik ben het begin. En ik ben het eind, ik ben er altijd al geweest en zal er altijd zijn. Nergens ben ik niet, ik ben overal. De maker van het leven, de God van het heelal. De maker van het leven, de God van het heelal. Openbaring 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is hij niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe.
Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend, hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel. Dat is de tweede dood. Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen, kwam op me af en zei: Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Ik raakte in vervoering en nam me mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. De 12 stadspoorten waren 12 parels, elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister. En het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven. En de koningen op aarde betuigen daar hun lof. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden. En nacht zal het er niet meer zijn. De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. Maar alles wat verwerpelijk is, en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En ze zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Broeders en zusters, hier aanwezig, thuis. Ik wil jullie graag een paar vragen stellen. En daarna vertel ik graag een anekdote van mezelf. En daarin kun je ook even nadenken juist over die vragen. En de vragen, het zijn er een paar, die zijn: hoe zit je nu hier? Hoe zit je in je vel? Hoe was de afgelopen vakantieperiode? Heb je daarin rust mogen ervaren? En was het ook rust die je misschien wel nodig had, omdat het zo onrustig was? Zijn er dingen opgeroepen door corona of die al spelen of zijn gaan spelen in je leven die je het liefst eigenlijk even naast je neer zou willen leggen? Of misschien wel achter de rug zou willen hebben. Heftige zaken door corona, onzekerheid, vragen hoe het gaat met de kerk. Of allemaal moeilijke vragen die je onrust kunnen geven, die je zorgen kunnen geven. En ervoor kunnen zorgen dus dat je niet rust en vrede ervaart. En verlang je dan daardoor naar rust en vrede? Denk daar even over na. Hoe zit je hier? Wat heb je nodig? Ik wil jullie meenemen naar Ierland. Want in Ierland staat een bankje. En dat is niet zomaar een bankje, maar een bijzonder bankje. Als je in Ierland gaat lopen langs de kust, dan
Loop je niet zoals wij in Nederland gewend zijn, van het zand naar het strand naar het water. Maar op sommige plekken in Ierland heb je krijtrotsen, hoge rotsen, steile rotsen. En na die rotsen is gelijk de zee. En over die rotsen kun je lopen. Dat zijn prachtige routes om te gaan. En heb je rechts van je heb je het land. En gelijk links van je en onder je gelijk de zee. Prachtige plek om eens te gaan lopen of te gaan wandelen als je dat gegeven wordt. Nederland heeft ook mooie natuur. Ierland heeft ook mooie natuur. En ik was daar een tijdje geleden. En toen was ik dus aan het lopen daar met die vriend van mij. En we waren zo aan het lopen. En op een gegeven moment sloegen we de bocht om. Gingen we naar rechts. En toen stond daar een bankje. Een bankje naast de weg. En als je zou doorlopen, dan zou je gelijk weer rechts gaan. En dan was je gelijk weer het bankje uit het zicht verloren. En achter dat bankje had je hoge rots. Dus eigenlijk was er achter je niks. En links en rechts van je was er ook niks. En voor je was alleen maar de zee. En we besloten om op dat bankje te gaan zitten. We gingen zitten. We ademden in. We ademden uit. En we gingen kijken voor ons. Links van ons, voor ons, rechts van ons, alleen maar zee. Water dat rustig zo klotste tegen de rotsen. Golven die over de zee gingen, meeuwen die vlogen, scheepjes die voeren. En wij vielen stil, we zeiden niks meer tegen elkaar. Want het was een plek van rust. Een plek van vrede. En dat zijn momenten voor mij, dat soort momenten, dat ik me heel dicht ook bij God kan voelen. Dat ik rust ervaar en vrede ervaar en dat de dingen in mijn leven met dat in- en uitademen, dat ik ze even kan parkeren, dat ik ze even achter me kan laten. En misschien soms ook wel dingen op die manier verwerken en dat ze een definitieve plek ook hebben gekregen in mijn leven. En we waren stil en we genoten van een stukje goddelijke rust misschien wel op aarde. En in dat moment was het ook niet nodig om te presteren, was het niet nodig om je druk te maken, het was niet nodig om je zorgen te maken. Het was een moment van vrede en die overging ook in vreugde. De vreugde voor mij in ieder geval om kind van God te zijn, om bij God te mogen horen. De vreugde voor mensen om mij heen ook, in mijn leven. Ook voor de dingen die ik mag doen, die ik kan doen, de gaven en talenten die ik heb gekregen, allemaal dingen om blij mee te zijn en God dankbaar voor te zijn. Zo'n moment van rust. Maar goed, we gingen ook weer staan. We sloegen de bocht om. En het bankje was weer weg. Maar het moment bleef gelukkig nog even hangen ook. En het gesprek wat we daarna hadden, die vriend en ik, ging juist over relaties. Het was een mooi, open en kwetsbaar gesprek. En het was in die zin dus echt een momentje van Gods vrede, een stukje van paradijs op aarde. En mijn vraag aan jullie dan is ook, met in combinatie met de vragen die ik daarvoor stelde, kun je daarnaar verlangen, naar dat soort momenten van rust? Want die rust die ik beschreef, die lijkt maar deels een plek te hebben in deze wereld. En daarom is het verlangen naar rust begrijpelijk in een wereld die geen echte rust te bieden heeft. De wereld is geen rustige plek. We zien het om ons heen. De onrust wordt ook weer meer naar aanleiding van wat Rutte ook zei in de persconferentie. De regels worden weer aangescherpt. Het gaat niet goed. En ook mijn leven is niet zo rustig als dat ene momentje op dat bankje. En ik ken ook maar weinig mensen die echt een rustig leven hebben. Als ik mensen spreek in pastorale gesprekken of vrienden of op andere plekken, dan hoor ik toch wel vaak dingen waarvan ik dan denk, die heeft ook echt iets op zijn bordje liggen. En dan is het gezegde, elk huisje zijn eigen kruisje, blijkt dan heel erg waar te zijn. En het kan er nog wel iets sterker aanzetten. Een vriend van mij begon laatst een preek met de uitspraak, als je geen pijn wil hebben, dan kun je beter niet lief hebben. Want liefde voor andere mensen zorgt ervoor dat jij
gekwetst kan worden, jouw pijn gedaan kan worden. En bijvoorbeeld als je kinderen hebt, en ik zie ze ook een beetje hier aanwezig, een bron van liefde, wat een moment als zo'n kindje, zo'n klein wondertje geboren wordt. Maar wat een zorgen ook, zo snel weer, dat... Wat probeert het te communiceren? En doe ik het wel goed als papa of mama? En als het kind opgroeit, voed ik het wel goed op? Gaat het wel de goede kant op? Gaat het niet van het padje af op een gegeven moment? Allemaal zorgen. En zo ook in een relatie. Het kan zo mooi zijn, het kan zo prachtig zijn. Het kan ook een bron van zorgen zijn. Ook kerk zijn kan zo prachtig zijn als het allemaal goed gaat. Maar als het niet goed gaat... Een bron van zorgen, nou, misschien niet gelijk ellende, maar wel onrust, onzekerheid, onduidelijkheid. En daar houden we niet van. En Jezus zelf zegt ook iets over zichzelf. Hij zegt in Matthäus 8, vers 20, de vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, ze hebben allemaal een thuis. Maar waar leg ik, de mensenzoon, mijn hoofd te rusten neer? En het zegt dan iets over de opgejaagdheid of de onrust, de rusteloosheid van zijn leven. Dus waar vind je dan echte rust en vrede? Er lijkt dus een gebrek te zijn aan die rust en vrede in je leven en het lijkt ook nog eens onontkoombaar. En ik wil niet een bepaalde angst aanjagen, echt niet, voor de mooie dingen in het leven die zo snel voorbij gaan, maar het is gewoon een realiteit. Ik denk dat iedereen dat zal herkennen. Op het moment dat je de schaapjes op het droge hebt, het gaat goed met alles, met je werk, het sporten gaat lekker en eventueel je gezin gaat goed, de kinderen presteren mooi op school en het lijkt allemaal goed te gaan en dan kan het zomaar in één keer bam, ziekte, bam, ongeluk. En dan is het gedaan met de rust en de vrede die je ervaart. Dat geeft dan ook, denk ik, waarom je dan verlangt of zo uitkijkt naar rust en naar vrede. En dan geeft God ons in openbaring zicht op een wereld, een nieuwe wereld, waarin die rust dan wel te vinden is. Openbaring is een boek wat hoop wil geven. Hoop geven en rust geven in een onrustige wereld. Hoop geven in onrustige tijden, als christenen worden verdrukt, opgejaagd, gemarteld misschien zelfs wel. En dan wil het troostend zijn. Johannes wil beelden geven, beelden die hij gekregen heeft, ontvangen, om troost te bieden. En dan valt alleen al hoofdstuk 1 op, en dat kwam ook in de schriftlezing terug, als Jezus dan zegt, ik ben de Alfa en de Omega, zo komt hij ook in hoofdstuk 1 naar Johannes toe. En dan is Jezus op dat moment niet zwak, niet een leidende God met littekens, maar een krachtige en machtige God. Feller dan de zon, zo ziet Johannes hem. En hij kan het niet aan, hij valt om. En dan is Jezus gelijk weer zo toegankelijk. En zo komt hij weer naar de mens toe. Maakt hij een stapje en zegt hij, zoals hij ook eerder heeft gezegd, wees niet bang. En hij geeft Johannes de kracht om op te staan. En dan gaat Jezus vertellen. En hij gaat vertellen wat er gaat gebeuren. Wat er allemaal nog misgaat. Wat er nog allemaal aan rampen en aan ellende gaat gebeuren. Maar daarbij blijft het niet alleen. Hij laat daarin ook zien hoe hij dan aanwezig is in deze wereld. Hoe hij recht gaat spreken daar waar onrecht wordt gedaan. Hoe hij heerst over deze wereld en hoe hij ervoor kan zorgen dat mensen die op dit moment nog gemarteld worden, die verdrukt worden, die in onzekerheid leven, hoe die gaan worden bevrijd door hem. Troost en hoop in onzekerheid. Dat vind ik het belangrijkste van het boek Openbaring. En dat is ook vaak het belangrijkste wat profeten aan het zeggen zijn. In al hun beelden, in alle moeilijke woorden. Dat God deze wereld regeert. Dat Jezus de krachtige, machtige God is. Die zorgt voor bevrijding en die zorgt voor recht. En op die God mag je dan vertrouwen. En daarna is voor Openbaring geeft... Dat prachtige perspectief wat we net hebben gelezen. En dat zijn beelden die je eigenlijk als een soort van film op je af mag laten komen. Eerst maar eens even op je in laten werken. Later mag je nog wel vragen gaan stellen aan de tekst. Maar laat het eerst eens op je inwerken. En misschien is het dan gewoon goed en laat je even uitdagen door mij om samen met mij te gaan dromen.
Misschien moet je even je ogen dicht doen daarvoor. Want laten we gaan dromen van de woorden die we hebben gelezen. En zoals dromen vaak beginnen, ben je opeens ergens. Je staat opeens ergens en voor jou rijst opeens een stad omhoog. Een enorme stad met enorme muren, groot. En je mag, omringd door mensen om je heen, mensen die je kent, mag je naar die stad toe lopen. En je loopt naar de poort en er staat een engel. Die engel is druk bezig met van alles tegen te houden, is niet helemaal duidelijk goed te zien. Maar je weet dat wat hij aan het doen is, dat het goed is en dat er een reden is dat hij de dingen tegenhoudt. Maar jij mag doorlopen. En terwijl je doorloopt, kijk je omhoog naar de poort. Een gewelf dat veel groter en hoger is dan jij en dat maakt je een beetje klein. Maar tegelijkertijd als je doorloopt voel je, wij op reis, we zijn aan het thuiskomen. En zodra je door de poort bent, zie je daar Jezus staan. En hij staat daar met een grote grijns en met open armen en je mag in die armen vallen. En hij geeft je een knuffel en hij begroet je. Hij geeft anderen ook een knuffel of hij geeft eten en drinken aan ieder wat hij nodig heeft op dat moment. En je mag mensen ontmoeten, mensen die op jou hebben gewacht, mensen die jou voor zijn gegaan in het leven, mensen die je verloren hebt. Maar pijn is, maar de pijn verlaat je nu, omdat de vereniging weer is. Je ziet elkaar weer, je ontmoet elkaar en dan blijft er vreugde over. En je ziet ook bijbelfiguren, mensen waar je tegenop hebt gekeken, waar je over hebt gelezen, die jou hebben geïnspireerd en je mag vragen stellen van hey, hoe ging dit nou, hoe ging dat nou in de Bijbel? En, leg dat nog eens uit, kun je daar meer over vertellen, want de Bijbel geeft niet altijd zoveel woorden aan alles. En het is één groot feest met eten, overvloed. En dan na die eerste ontdekking, na die eerste vreugde, mag je gaan dwalen door die stad die God voor jou heeft gemaakt. En je ziet gebouwen, huizen, groot en klein. Je ziet bomen, een bos en van alles en nog wat. Als je zo een boom aanraakt en wat aan de bladeren zit, dan voel je jezelf sterker worden. Want het zijn geneeskrachtige bladeren. Er is ook een rivier die door deze tuinstad heen loopt. Dan mag je in gaan pootje banen en je voelt het koele water en je voelt jezelf erdoor ook weer sterker worden en krachtiger. En er is ook, zoals in Jeruzalem, is een heuvel. Jeruzalem is op heuvels gebouwd. En terwijl je door die stad aan het dwalen bent, zie je op een gegeven moment die heuvel en je denkt, ik moet naar die heuvel toe. Ik wil dat even zien, op een heuvel staan en dan die hele stad zo overzien. En dat meemaken en hoe groot die nog is. Want je weet helemaal niet hoe groot die is, maar hij is oneindig ver. En dat wil je even zien, dat uitzicht en de natuur om de stad heen. En je beklimt de heuvel en dan kom je uit bij de top, bij een bankje. En je gaat zitten op het bankje. En je ademt in en je ademt uit. Als je om je heen kijkt, zie je Jezus aankomen lopen en hij gaat naast je zitten. En er hoeft even niks gezegd te worden, want samen kijk je naar dat uitzicht. Naar een prachtig uitzicht. Woorden zijn niet nodig. En je voelt, terwijl je daar zo zit, voel je de spanning uit je lichaam zo wegvloeien. Zoals je voelde dat je thuis komt, zo voel je nu ook de rust en de vrede waarover in de Bijbel gesproken wordt. Met Jezus naast je die die stad voor jou gemaakt heeft. En je voelt de dingen uit je leven die moeilijk waren en die pittig waren. Je voelt dat die hun plek krijgen. En dat het goed is. Naast Jezus is het zeer, zeer goed. Je ademt nog een keer in. Je ademt uit. En je kijkt zo uit. En je wordt wakker. Helaas, de droom is voor dit moment voorbij.
Maar je hebt iets om naar uit te kijken. Want deze droom mag je hoop en rust en vrede geven, ook nu. In de momenten dat dat kan in het leven. En ook al zijn het soms maar momenten, het kunnen momenten zijn waar je dan op kan bouwen. Waar je dan weer naar uit kan zien. Dus mijn vraag aan jullie is dan ook, wat vind je hiervan? Is dit een beeld wat de Bijbel geeft om naar uit te kijken, om naar uit te zien? En dan kan het zo zijn dat je nog een lange wachttijd hebt. Zolang je leven duurt, en hoe lang zou het duren? Of totdat God terugkomt, maar wanneer is dat? En dan snap ik als Gods wereld ver weg kan voelen. Ongrijpbaar of onzeker ook. En dan komen er menselijke vragen als, gaat het daar echt beter worden dan hier? Dan wat ik nu kan zien en wat ik nu kan ervaren? En wat moeten we dan met al het mooie op aarde, waar ook van te genieten valt? Het is toch ook Gods wereld, de wereld die God gemaakt heeft en die te ontdekken valt. En er is nog zoveel te doen. Wat ergens ook de excuses waren van die mensen die uitgenodigd werden voor het bruiloftsmaal. Ik ben net getrouwd, ik heb net een akker. Maar het zijn begrijpelijke vragen en het is prima. Eerst dit leven. Zoveel verder kunnen we gewoon niet kijken. Maar ik denk wel dat het een weg is van uitzien. Een weg van vertrouwen ook in God. En een verlangen om te groeien naar God toe, naar Jezus toe. Om dicht bij hem te leven, om straks met hem te leven. En een vertrouwen ook dat het daadwerkelijk mooier gaat zijn, dat het beter gaat zijn dan dat wat we nu meemaken. En dat kan je helpen. Het kan je helpen om niet te vast te zitten aan deze wereld, met wat hier allemaal te doen is. En het kan je ook helpen om bijvoorbeeld niet te veel vast te zitten aan al je spullen. En om open te staan voor wat God wil voor jou, voor deze wereld, voor ons ook als gemeente. En dat vraagt om gebed. Vraag maar om hulp, om te vertrouwen. Vraag ook maar wat je nodig hebt daarin. Breng je ook je obstakels of je bezwaren of je vragen maar bij God. En vraag ook misschien wel dus tegen je eigen gevoel in dat Jezus snel terug mag komen. Want er is hier echt genoeg moois. Dit leven kan hartstikke mooi zijn. En misschien zeg ik dit vanuit een makkelijke westerse positie waarin we veel hebben. Terwijl ik ook weet van nog niet eens zo heel ver in Griekenland of nog wat verder, waar mensen echt geen makkelijk leven hebben. En dat ik mezelf soms ook afvraag, ja, waarom moeten zij nou zo'n leven leiden? Wat is hier dan de zin of het nut van? Maar er is dus ook wel echt zoveel moois. En ook zij kunnen soms genieten, zij die het minder hebben van hun kinderen, van hun familie, broeders en zusters. De verbondenheid ook met God. Misschien wel makkelijker. Tevredenheid is makkelijker als je minder hebt. Maar geniet van het leven wat je gegeven wordt, van de uitdagingen die je kan ervaren. Ook als je straks weer in deze gemeente met die startdag en geniet van de energie die je dat kan geven en gebruik die ook weer om samen de kerk op te bouwen, deze gemeente op te bouwen, tot Gods eer. Maar het gaat beter worden. Het gaat nog mooier worden. Dan blijft er nog één vraag over. Wat moeten we dan precies allemaal gaan doen? En daarvan wil ik straks ook met jullie lezen uit Hebreeën 13. Daar worden een aantal hele praktische, basale dingen ook gezegd over hoe je je leven mag leven met elkaar en met God. Maar eerst wil ik graag met jullie samen zingen over thuiskomen bij God. En Sela heeft daarvoor een heel mooi lied geschreven en dat gaat eigenlijk over de verloren zoon die thuiskomt bij zijn vader. Maar zoals ook de betekenis van die gelijkenis en ook denk ik zoals Sela zelf het lied wel bedoeld heeft, mag je het breder horen als het thuiskomen ook weer bij Jezus. Straks na je eigen dood of als God terugkomt in zijn nieuwe wereld. Laten we zingen. Amen. Thank you.
Time.
Zal ik jullie volgen in gebed. Grote God, barmhartig Vader in de hemel. Dank u wel voor uw gesproken woord uit Openbaring. Heer, we werden even meegenomen in de rust en vrede van het nieuwe Jeruzalem. Heer, daar verlangen we naar. En daar zijn we naar onderweg. Geef dat we uw woord, dat ons verkondigd is, bewaren in ons hart. Dat dit bodem mag vinden en dat het ons hart vernieuwt. Help ons ook uit te delen van de rijkdom van uw woord. Dank u wel dat we elkaar mogen troosten met het evangelie. Met de belofte dat u het begin, maar ook het einde bent. U was er, bent er en zal er altijd zijn. We willen u bidden voor de mensen in de gemeente die zich op dit moment en in deze coronatijd zich eenzaam voelen. Die hulp verwachten, maar het niet ontvangen. En het ook niet durven vragen. Geef dat mensen gezien worden en geef hen een plaats in ons midden. Wilt u ook deze week met ons allen meegaan, groot en klein, jong en oud, en uw Heilige Geest in onze harten laten werken? Wilt u zorgen dat we ons niet schamen voor wie u bent, maar over u blijven praten, dat wij geen genoeg van krijgen? Wilt u ons gebed verhoren? U bent groot, een schuilplaats en altijd bij ons tot in eeuwigheid. Amen. Willen jullie gaan staan voor de zegen? De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen. Heeft u genoten van deze uitzending? Dan wilt u vast meer zien. Ga naar beleefmee.nl voor lezingen, concerten, afleveringen van het opinieprogramma Denk Eens Mee en het natuurprogramma Gaaf. Meditaties ondersteund met gebaren, cursussen van Weet Wat Je Gelooft en documentaires. We ondersteunen werkers in de kerk met informatie en materialen. Zo willen we onze kennis en techniek in dienst stellen van de kerken. Steun LPB Media met uw gift, zodat meer mensen kunnen blijven genieten van Beleef Mee. Door uw bijdrage komt de goede boodschap in veel huiskamers.